indruk van het prachtige Grand Canyon stappen we in de auto. Aan het begin van de avond worden we alweer verwacht in het hotel The Golden's Lodge, met uitzicht op Monument Valley. We maken onderweg een aantal stops en zullen vandaag ruim 400 kilometer afleggen. Na 2,5 uur rijden stoppen we in de plaatsje Pates. Daar stoppen we eerst bij de Walmart om onze koelbox bij te vullen met dingen zoals bananen, water en energiedrank. In een paar minuten rijden we vanaf de Walmart naar de parkeerplaats die een paar jaar geleden speciaal voor Horseshoe Bend is aangelegd. Nou, na 2,5 uur rijden, waarvan deze dame een heel stuk heeft gereden. Ah, daar ben je. Ja. Zijn we nu in Page, Arizona en gaan we naar Horseshoe Bend. Horseshoe Bend is een enorme rots in een lus van de Colorado River. We parkeren de auto en na betaling van 10 Amerikaanse dollars wandelen we in ongeveer een kwartier naar de rotsinformatie. We nemen ook nog een paar foto's en stappen daarna weer in de auto. Onze magen rammelen ondertussen en we vinden in Page een mooie stack voor een late lunch slash vroeg diner. We schuiven aan bij Big John's Texas Barbecue en proosten op onze huwelijksdag. Vandaag zijn we 20 jaar getrouwd. We stappen vervolgens met gevulde magen weer in de auto en rijden nog ongeveer 2 uur voordat we arriveren bij Golden's Lodge. Laatste adresje voor vandaag, Golden's Lodge, ons slaapadres. Ik ga jullie gelijk even meenemen de hotelkamer in en dan ga ik jullie het uitzicht vanaf de achterkant laten zien. Het is echt fantastisch. Serieus? Hallo. Hallo. Kom je van de rondtour? Kom je van de... Kut. Kom je van de rondleiding? Hallo. Spontaan. Hallo. Nou, het is een beetje jaren 90 stijl, maar ja, weet je, het gaat uiteindelijk gewoon om het uitzicht. Let op. Hoe vet is dit? Stel dat je mijn zon al wil komt.
Dat ga jij vertellen. Die twee bergjes. Die twee bergjes? Ja. Dan gaat hij morgen rond 7 uur, iets voor 7 gaat hij opkomen. En dan ga je denk ik filmen of niet? Dan ga jij filmen, jij bent wel veel. Ik ben wat filters. Spannend, we gaan het zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk hoe mooi het is. Ja joh, echt wildlife, hè? Hoi. Echt wildlife. Hoi. Ik schrok me eigenlijk helemaal rot, want ik was bezig met de GoPro om hem te installeren. Hoi. Voor een mooie zonopkomst. Dus schuif ik het even deze hondjes voorbij. Hey jongens. Hey. Jij bent niet zo weg. Nee. Dit is lekker, hè? Met yoghurt. Oh ja, joh. Goedemorgen. We gaan zo beginnen met de Scenic Drive. 17 mijl. We gaan weer dirt road doen. Daar zijn we inmiddels aardig gewend. Dus dat wordt een makkie. Dan gaan we als het goed is weer hele toffe dingen zien.
terug de helft van die Scenic Drive. Ik begon een beetje trek te krijgen, dus ik heb even een beugeltje gehad. En tadaa, honey ham en kaas. Zeg lekker een broodje. Smakelijk! Dank u. Thank you.
de Scenic Drive zit erop. En de sporen zien we op de auto. Op naar het volgende punt. Dit is waar de scène is opgenomen waarin Forrest Gump zegt dat hij pretty tired is. Dat hij naar huis gaat. En blaas even een fotootje uit de scène. Hier in beeld. Daar even. I'm pretty tired. Je kunt gelijk. Think I'll go home now. Nice. Komt er een wist u dat, hoor? Wist u dat? Ja, mijn nerdness komt even naar boven. Het zijn er van Dr. Who's hier opgenomen. Met Matt Smith als dokter. Wie? Dr. Wie? Wie? En, Amy Roy stapt uit een schoolbus. Geen idee waarom. Maar de schoolbus, het valt wel een land uit. En de dokter zit hier op een hele grote Amerikaanse slee. Zit hij op de motorkant met een stetsel op. Oké, dat is allemaal hier opgenomen. Dat is ook hier ergens opgenomen, aan deze weg.